Ik ben zo blij. Echt heel blij. Geheime activiteiten. Sarah is weer thuis. En Denise is er. Tiki tiki tiki. Het is woensdag en we beginnen vandaag op de fiets. En het misert. Woensdag, mama. Ja, ik weet het, woensdag. Morgen moet ik oppassen op Mila en dan komt Noah spelen. Wat een geluk. En de camera die draait weg. Oh, en ik haat de regen. Oh, ik kom weer thuis als een verzopen kat. Het ging daarna harder regenen. Ik moest heel snel naar de Jumbo. Een paar dingetjes die er eerder niet waren. Ik zag een hele leuke actie. Ik had hem al gezien. Dit is een poster van de wereld en daar kan je dan stickers op plakken. Dus dat ging Sarah bij mijn moeder sparen. Maar ik dacht, waarom krijg ik nou geen sticker? Toen had ik die poster dus al gekocht en dan is het alleen bij bepaalde actieproducten. Dus ik kijk, er zit één product bij wat we soms kopen. En verder eigenlijk niks. Ja, echt top. Dus hoe ik aan die stickers moet komen, ik heb echt geen idee. Even de boodschap op en mijn thee zetten. Ik heb het echt koud. Echt door die regen. Echt, voelt nog uit mijn haar lopen. Gelijk weer een fantastisch kapsel. Ik heb trouwens vandaag deze oorbelletjes in die ik gisteren heb gekregen. En ik heb deze ernaast gecombineerd. Die is van Swarovski. En dan dit kettingtje, want dat vond ik wel grappig. Omdat deze heel erg strassig is in deze. Vond ik deze daar wel aardig bij matchen. En mijn huid, ik kan hem verstoppen. Het is echt zo verschrikkelijk. Ik ben zo blij. Echt heel blij. Want ik heb dit pakketje. En de afstandsbediening van ons twee, die deed elke keer niet goed. Dus ik ben heel erg blij hiermee. Ik heb een nieuwe. Die andere die hebben echt al, wat zal het zijn? 7 jaar of zo. Nou, Sarah is natuurlijk altijd een klein humpie geweest die hem ook pakte. Hij is hier en daar wel eens gevallen. Dus ik vind het nog een wonder hoe lang hij het heeft gered. Maar hij is nu wel echt helemaal op. Dan zit je te drukken en dan doet hij niets. Dus we gaan deze even installeren. En ik moest hem wel installeren. Dus ik moet even kijken hoe ik dat moet doen. Je moet dus omschakelen dat hij van de oude naar de nieuwe afstandsbediening gaat. En er zit, ze hadden een lijn gezegd dat dat in een mail, maar er zit ook een boekje bij. Dus even kijken. Zet de tv aan. Plaats de batterijen. Kijk of het tv-merk in de snelcodelijst staat. Dat is niet handig. Want. Even kijken hoor. De box moet volgens mij eerst uit. Die stond aan op radio. Dus dan moet ik eerst even die oude. Hopelijk dat hij het doet. Gelijk zo'n dagtaak. Oké. Zet de televisie aan. Oké, heel handig. Druk er dus op aan. Maar dat deed hij niet. Oh, nu wel. Ik heb een keer geluk. Soms moet ik echt 30 keer drukken. Ik plaats de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening. Nou, dat leek me vrij logisch. Oké. Staat de tv in de snelcodelijst. We gaan verder met stap 2. Druk 5 seconden tegelijkertijd op die knop.
En plus het snelcode nummer. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Dat doet niks. Druk vervolgens één keer op spoelen. Lampje brandrood wat hij doet. Oké, controleer of het afnogen door de tv op standby te drukken. Nee. Lukt dat niet? Druk dan één keer op die. En doorloop stap 2 opnieuw. Oké, deze knop en merk 4. Tot het rode lampje brandt. Die brandt. Druk vervolgens één keer op die. Hey, twee keer. Hij doet het, hij doet het. Ik ben helemaal blij. Druk op oké. Om het afstemmen af te sluiten. Oké, dan zou die het nu moeten doen. Eens even kijken. Uit, aan. Radio. Oh. Boxen aan, anders doet hij het natuurlijk niet. Radio, Netflix. Hey, hij doet het, hij doet het. Dan kan mijn kapotte afstandsbediening weg. Ik ben helemaal happy. En het is weer tijd om de zonneregen in te gaan. Daarvan word ik iets minder blij. En ik moet echt mijn school Sarah ophalen. Die brengt naar de Nise, want die hebben geheime activiteiten. En dan ga ik weer alleen naar huis. Dus het is echt de regen door alleen maar om heen en weer te gaan. En ik haat regen. En ik neem mijn camera niet mee, want het regent heel erg hard. En toen werd ik gelijk weer gebeld door Marco. Die is iets vergeten op zijn werk of ik het langs kon brengen. Dus dat ga ik nu doen. En dat is wel het feit waarom ik altijd tijd tekort kom. Ik alles in mijn dag passen. Ik hoop zo dat de vouwing snel af is trouwens, want het blijft gewoon chaos in huis. En ik doe het niet goed op chaos. Echt. Ik heb zo behoefte om alles op te ruimen. Maar ja, dat gaat nog niet, hè. Beetje jammer. Nu ben ik mijn tijd weer kwijt. Sarah is weer thuis. En Denise is er. Tikke tikke tikke. Ben je bijna je vinger kwijt? Ben je bijna... Nee, je valt me aan. Wat doe je me aan? Je laat me kut bijten. Dan ga ik je ook kietelen. Ik ga je gewoon kietelen. Ik ga je gewoon kietelen. Kijk, dat kleine beentje zo. Ja, hier kan ze ook niet tegen. Hier. Kijk. Ja, ik heb je, ik heb je, ik heb je. Je hebt me niet. Nee, wil niet zo even kiezen aan de zijkant van de buitenkant, dat stukje, ja. Daar? Ja. Hier ook? Ik kom mijn arm te kort. Nee, daar, daar. En hier ook dan? Ja, daar ook. Daar ook. En daar? En hier? Oh. Ik heb je, ik en heb je. En daar in de nek? Ja. Eigen schuld. Doe dat dan in mijn nek. Daar, vind ik, daar moet ik ook lachen in mijn nek. Ja, maar die is lekker. Nee. Oh, zo schattig trouwens. Sarah had vandaag deze met Denise voor mij meegenomen. Als cadeautje voor mij. En eigenlijk hoopt ze dan automatisch ook een beetje voor zichzelf. Maar goed, dat mag. En ik moet niet met mijn haar spelen altijd. Ik weet niet wat dat is. Altijd als ik die camera heb en ik heb een staart, ga ik met mijn haar spelen. Ik heb thee gezet. Marco is nog even de deur uit voor werk. Die komt zo thuis. Ik zeg het nog, ik heb het niet eens door. Ik hoor zo'n raar geluid. Oké,
Oké, ik heb ontdekt wat het rare geluid is. Ik heb zo'n vliegenstrip hangen. En kijken of je het hoort hoor. Nou, ik weet dus niet of de camera het oppikt. Ik zal het niet laten zien, niet iedereen zal het even leuk vinden om te zien. Maar ik heb van die strips hangen. En van die vliegenstrips. Dus daar kunnen vliegen aan vast. Maar hij zit met zijn vleugel aan één kant vastgeplakt. En hij probeert los te vliegen. En je hoort dus een soort raar zoemend geluid. En ik denk, beest, wat hoor ik? Maar ja, dat is dus dat. En het is wel echt heel zielig. Maar we worden gewoon helemaal gek van de vliegen. Het is echt niet leuk meer. Het is overal hier in de buurt. Zodra je deur open hebt staan, zit het gewoon vol. En echt alle buren en iedereen hier in de omgeving trouwens. Overal waar ik bijna kom. En weet je, we hebben een hoorder en dan is die meestal dicht. En dan staat hij heel even open. Bam, gelijk. Echt, je hoeft de deur maar 2 minuten open te hebben en het zit vol. Dus ja, vliegenstrips moet dan maar. Maar goed, wat was ik aan het zeggen? Ik heb cakejes gekregen. Echt super schattig. Voornamelijk voor mij. En dat heeft ze dan ook automatisch een klein beetje voor zichzelf gehaald. Maar echt heel lief en lekker en heel slecht voor de lijn. En ik moet echt een beetje op de kilo's gaan letten. Want ik merk wel dat het met de dag een beetje erger wordt. En ik beweeg wel heel veel. Waarom zit er dan vliegen? Elke keer op mijn toetsenbord. Elke keer gaat hij op dezelfde plek zitten. Ook heel vaag. Maar ja, ik doe natuurlijk nu 1 keer in de week wandelen met Denise. In principe zou ik morgen gaan, maar ik weet niet wat voor weer het wordt morgenochtend. Ja, regen. Dat tijdstip, 70% kans op regen. Ja, ik denk dat we even contact gaan houden. Vrijdag kunnen we allebei niet. Dus ja, dat is wel een beetje kak. Want ik wil eigenlijk wel heel graag dat volhouden. Omdat we dan toch even, ja, wachtzons doen, even lopen. En het is ook gewoon gezellig. We wandelen flink door, dus hè, heel veel kilo's. Maar of je loopt de kilo's te goed af, de calorieën. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon gezellig. Oh leuk, zondag met de verrassing is 20 graden weer. Dus dat is mooi. Nou, nu stuur het weerbericht in een screenshot. I know. Maar even contact houden dan. Ja, we willen best wel wandelen. We hebben echt wel zin in. Het is gewoon ook sport, zeg maar, voor ons. En gezelligheid tegelijkertijd. Maar we gaan gewoon niet als het heel rot weer is. Daar hebben we gewoon allebei geen zin in. Dus ja. Goed, ik ga heel veel in mijn eentje nog tv kijken. Dan komt Mark thuis en dan gaan we misschien de film nog even kijken of het moet te laat worden. Maar ja, dat merk ik zo wel. Het is nog niet eens zo laat, maar Marco kwam thuis. En oh ja, dat was echt een heel raar verhaal. Ik wilde een stekker uit stopcontact halen. Maar ik verloor mijn evenwicht een beetje. Dus ik schiet naar voren. En echt zo'n stukje van mijn gezicht zie ik dus opeens spin. Dus ik schrik echt achter van, wat? Maar het was echt wel zo'n en dik spin. Maar ik zei, wat doe jij nou? Ik zei, ja, de spin zit opeens zo voor mijn gezicht. Ik schrik me kapot. Dus hij zit me uit te lachen. Maar hij zou die spin dus gaan vangen. Dus hij een bekertje gepakt en alles, want dat was wel echt dik en vies. En hij bukt om die spin te kijken. Dus die spin, die doet weer gewoon echt, die schiet naar voren. Dus hij schrikt ook naar achter. Nou, hij kwam niet meer bij. Ik denk, zit je mij uit te lachen? Dat ik schrik van een spin. Maar die spin was dus volop agressief op de een of andere manier. Nooit in mijn leven meegemaakt dat spin gewoon zo op je afschoot. Echt, wat de piep, weet je. Maar goed, dat was dus wel even een dingetje. Maar ik heb Marco nog nooit zien schrikken van de spin. Maar hij schrok echt. Maar ja, dat verwacht je ook niet dat die spin dat doet. Maar dat, ik had niet door dat hij dat dus naar mij ook deed. Omdat ik op dat moment mijn evenwicht verloor. Maar waarschijnlijk zag die spin me daardoor aankomen waardoor hij reageerde. Dus, want toen ik de stekker zat hij er niet. Dus ja, heel ding. Maar goed, het is niet eens zo laat. Het is gewoon 11:30. Maar ik ben zo moe. Ik ga lekker mijn bedje in. Op tijd.
Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Rare insectenverhalen vandaag. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!